Het Rivet van Oppo. Ja, dat zag ik al. En wij hebben ons Repaircafé, het eerste Repaircafé van Almelo, hebben gestart 4 jaar geleden, bijna 4 jaar geleden. Wij doen heel veel reparaties, komen heel veel mensen op af. Dus wij zijn heel blij met het initiatief hier in de Windmolenbroek, zodat we het meer kunnen spreiden over de stad. Want er zullen steeds meer mensen zijn die het belangrijk vinden om hun dingen te laten repareren in plaats van ze weg te gooien. En minder prullen te kopen bij de Action en dat soort dingen, want daar wordt de wereld eigenlijk niet echt beter van. Dan doe ik het. Ik ga zo naar huis. Ja, ik ga even kijken. Wat gaat hier gebeuren? Ja, ik heb iets. Kan die? Producten, hartstikke mooi dat er hier in deze wijk zo'n mooi vervolginitiatief ontstaat. Want in de Riet was er al een repaircafé. Nou ja, nu komt er in de Windmolenbroek ook zo'n prachtig initiatief bij. En waarom ik het zo mooi vind, want ik heb natuurlijk zorg en duurzaamheid in portefeuille. En hergebruik van producten, maar het heeft ook een hele sociale component. Want mensen komen hier samen en samen werken ze aan het herstellen van die producten. Dus het doet ook wat met het bij elkaar brengen van mensen. Dus daar ben ik heel blij mee. We hebben net gehoord van een functionaris van de gemeente dat er elke week 4 containers gevuld worden met afvalproducten van printers, computers, apparaten die kapot zijn. 4 containers per week. Dus dat is enorm. Maar daar kun je bijna niet tegen repareren. Kijk, alles wat in die containers zit is niet te repareren. Maar dingen moeten zo gemaakt zijn. Of worden in de toekomst, dat er minder snel dingen kapot gaan. Neem maar een printer die je koopt voor €60, dan weet je wel, hier klopt iets niet. Het bedrijf haalt zijn geld binnen met de inktpatronen en het apparaat is bijna niet te repareren. Het is gewoon een plastic kast met 1 ingewikkelde printplaat. Dat is natuurlijk niet de manier om iets te maken wat duurzaam is.